Nou, Mo en Karim zag ik steeds minder vaak, want ja, die gingen steeds vaker ballen bij mensen naar binnen schieten. Met een hobby. Dus ga ik maar alleen voetballen. Dat heb ik ook heel vaak gedaan op het pleintje, daar waren ze er niet. En dan zat ik in mijn eentje met die bal. En ik deed trucjes, jongen, echt waar. Mensen kwamen voorbij en zagen ze mij trucjes doen met de bal. Ik kom bijvoorbeeld heel lang hoofd, op mijn hoofd en dan op mijn knie terug. Dan kwamen ze voorbij, deden mensen. Huh? Keken me echt zo aan, jongen. Huh? Sommigen zeiden, als je me nou. En ik had één idool en die heb ik nog steeds. En het is voor mij nog steeds Frank Rijkaard. Dat is voor mij echt waar. Frank Rijkaard, daar ben ik mee opgegroeid. Frank Rijkaard vind ik geweldig. En ik had een onderbroek gekocht van Frank Rijkaard. Die had onderbroekenlijn. En die onderbroeken kostten destijds 34 gulden. En dan moest ik een week lang kranten lopen. Ja, dan had ik 34 gulden en kocht ik één Frank Rijkaard onderbroek. Die had ik dan aan, jongen, dan was ik stoer, hoor. Hey. Wel onder mijn Happy Days pantalon. Maar dat maakt niet uit. Als ik een scheet moest laten, niet in mijn onderbroek, hè. Dan deed ik even een broek los, zo. Ja, zonde. Van één Frank Rijkaard onderbroek kon je 6 Happy Days broeken kopen. Frank Rijkaard heb ik de hele tijd gevolgd. Hè. Die zit nu bij Galatasaray, een Turkse voetbalvereniging. Daar ga ik binnenkort heen om te kijken hoe hij dat daar doet. En hij was onze bondscoach, EK 2000. Jongen, nou, toen werd ik helemaal gek. Ik vond het geweldig. En op een haartje hebben we die finale gemist. En ik weet nog dat ik hem zag in de bus, terug. Toen begon hij te huilen, jongen. Toen moest ik ook huilen, man. Ik leefde helemaal met Frank Rijkaard mee, echt. Ik was Frank Rijkaard. Alleen, ja, Frank Rijkaard was dan Surinaams, weet je wel. Dat zag je dan wel, aan zijn kleurtje. Maar je hoorde het niet. Weet je, Frank Rijkaard was echt een beetje, ja, toch, weet je wel. Die sprak ABN, een beetje stijfjes. En ik had toch echt een Surinaamse bondscoach willen hebben, weet je wel. Eentje die, hey, van elkaar, rustig, rustig, je weet toch. Weet je wel, zo bij die persconferentie gewoon lekker. Hey, oké, dit is de persconferentie. Wat voor vraag stel je me? Is dat nonsens vraag? Dus ik krijg een nonsens antwoord. Je leuk, man. Volgende vraag. Waarom praat je Duits? Omdat je van een Duitse krant bent. Interesseert me geen reet. Je bent in Nederland, praat Nederlands. Ja, toch. Ik heb een tuintje in mijn hart. Mijn Frankie Rijkaard, die was ook heel anders een veld op gekomen. Kijk, mijn Frankie Rijkaard, die zou zo het veld op zijn gekomen. Let op. Hé, hey, jullie zijn al begonnen. Oh, ik ben een beetje laat. Hé, hey, van de stad. Hoeveel staat het? 1-0, oké. Okay. Voor hun. Oh, 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 oh. Kom op, oranje leeuwtjes van me. Doe een stapje naar voren. En een stap terug. Barabarabapa. Hé, hey, zee door de pawaka, jongen. Alles aan die boel. Rest op box houden. Hé, hey, hey, waarom zit je op de bank? Ik ben de bondscoach, man. Ik heb gezegd, alle Surinaamse boys moeten het veld in. Tuurlijk ga je wisselen, let op. Zender, wisselen. Waarom? Omdat ik de baas ben. Zet die witte reet van je op die bank en snel. Zeedorf, ga erin, jongen. Box, doe je ding. Kom op, oranje. Hé, hey, Bogarde, wat doe je, man? Wat doe je? Nee, boy, wat doe je? Wat doe je? Kijk, wat doe je? Ja, wat doe je? Wat? Scheids, wacht even. Wat doe je? Nee, ik zeg, leg die tax-free tas neer als je gaat uitgooien. Je kan niet met die tas het veld op. Zang. Hé. Hey. Aaron, je lul hangt uit je broek. Je lul, ja, je keek. Ik heb je te pakken, maar je keek. Echt waar. Echt waar. Je denkt zo. Zeker weten. Hé, Zende, heeft hij gekeken of niet? Hier, Zende heb je ook gezien. Van de Sam, zag je hem kijken? Hier. Kom op, jongens, we staan 1-0 achter. Prrr, prrr. Hallo? Hé, hey, schatje. Ja, rustig. Nee, op het werk. Ja, nee, 1-0. 1 voor die anderen. Ja, dus 0 voor ons. Heel goed, schatje. Ja, verstaan nou? Waar? Op tv? Ja, ja, ik zie die camera, boy. Ik zie die, ja. Ja, ik zwaai, dan zag je me zwaaien naar die camera. Let op, ik ga weer zwaaien. Ja, ik ga een gekke bek voor je trekken. Kijk. Oh. Ik zie ook die andere camera. Ja. Wie? De boer. Nee, schat, de boer kijkt altijd zagrijnig. Niet om die 1-0, hoor. Nee, die man is zo geboren, zo, maar die zagrijnige Frans. Hij heeft een Frans. Een Fransje, ja. Je vindt het hinderlijk voor het beeld. Hoezo? Hoe wil je dat ik hem eruit haal? Wil je dat voor jou? Tuurlijk. Tuurlijk met de baas. Ik kan alles maken hier. Let op. Ik ga hem voor je wisselen. Tuurlijk. Let op. De boer. Wisselen. En de boer.
En dan hebben we een gebed om mijn gewissen te worden. Frank, ik hoef het er niet uit. Je bedoelt mijn broer. Is het broer? Nou, helemaal niet. Dat bedoelt jou. Ik bedoel mij toch niet. Ja, maar kom op, jou, nou, je hebt een hele wedstrijd heb je gespeeld. Nou, dat maakt niet uit. Dat was jou aan, niet mij. Ah, je flauw, ik ben er helemaal niet uit. Ja, niks mee te maken. Ik speelde deze voorstelling ook in België. Dan kennen ze de gebroeders de Boer niet. Dus die doodstil in die zaal. En daarom heb ik een extra, heb een half uur alleen maar... Eén van de twee, kom eruit! Ah ja, goed. Het voetballen, ja, ik ben niet echt doorgebroken of zo, maar... ik vind het wel leuk dat ik jongeren heb geïnspireerd. Want destijds stonden er allemaal wat jonge jongens om me heen. Die waren toen een jaar of 4, 5 en die zaten naar mij te kijken. En die jongens, die hebben het wel gemaakt. En die gaan jullie ook vertellen hoe goed ik wel niet was. Freestyler. Rock the microphone. Stereo with the freestyler. Ja, Najib was wel een goede voetballer hoor. Najib kon je vergelijken met spelers als Maradona. Hij was gewoon de hele dag te vinden op de pleintjes. En conditioneel was hij ijzersterk. Explosief, goede startsnelheid. Het zat allemaal in één persoon en dat was Najib. Wat vooral belangrijk was, hij kon heel goed koppen. Hij was heel kopsterk. Wat hij echt goed kon, is gewoon dat hij de bal achter je legde. En op het moment dat je draaide, dan ging hij gewoon door je benen. Dat was gewoon dodelijk. Hij deed een aantal trucs. Die waren echt van een heel hoog niveau. Zoals de Marmitos en de AK-6000. Je hebt de 3000, maar die van hem hebben gewoon 6000 genoemd. Die was zo ingewikkeld. Volgens mij was het zelfs de AK-6,5. Ja, ongelooflijk. En wat hij echt goed kan, en die echt weinig zit in de voetballerij, is de Gizzel. Zo. Wat een truc. De Wiki 3, de Marmitos. En er kwamen echt jongens uit andere steden om het te proberen. Maar ook zij konden niet tippen aan Najib. Ja, dat hij geen betaald voetbal heeft gehad, dat is voor mij nog steeds onbegrijpelijk. Ja. Ach ja. Ik heb dan weer andere kwaliteiten. En,